Delaar Oost heeft sinds afgelopen vrijdag weer een eigen busverbinding. Wij spraken met voorlichter Herman de Gooyer van Connection. Meneer de Gooyer, Delaar Oost is nu ook per trolleylijn te bereizen. Sinds wanneer is dat? Het is sinds gisteren, sinds maandag. Afgelopen zondag is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Maar dan rijdt lijn 2 niet naar Delaar Oost. Dat doet hij maandag tot en met zaterdag. Dus eigenlijk sinds gisteren rijdt de trolleybus voor het eerst echt officieel door de wijk Delaar Oost. En dat was tot voor kort helemaal niet zo? Nee, tot voor kort reed daar lijn 4, die er overigens nog steeds rijdt. Maar goed, daar reed dan dus een bus op aardgas. En sinds nu is daar dan ook de trolleybus bijgekomen. Betekent dat ook een betere verbinding voor de mensen? Betekent zeker een betere verbinding, omdat mensen nu sneller vanuit de wijk Delaar Oost naar Kronenburg, het centrum van de stad en station Arnhem kunnen rijden. Zijn er ook nog andere trajecten die straks met een trolley te bereizen zijn? Nou, in Arnhem hebben we nu eigenlijk alle belangrijke wijken waar trolley-exploitatie rendabel is wel nu met de trolleybus voorzien. Waar we nu samen met de gemeente Arnhem naar aan het kijken zijn, dat is een nieuw project Trolley 2.0. Waarbij we bussen gaan inzetten die ook een stukje zonder trolleydraad kunnen rijden. En dat is een experiment waar we mee gaan starten. En daarmee zou je dus vanaf een eindpunt van een huidige trolleylijn door kunnen rijden naar wijken waar nu nog geen trolley rijdt. Maar dan praten we wel over 2018. Maar dat lijkt alsof je dan veel meer kunt gaan doen, want dan heb je dus heel dat trolleynet niet nodig. Dan word je een stuk flexibeler en kun je inderdaad minder gasbussen inzetten. En kun je sommige wijken, Schaarsbergen bijvoorbeeld, daar moet je nu lijn 9 nemen, die rijdt via Heijenoord. Als we de trolleybus 2.0 hebben, dan zou je met lijn 2, die nu bij de wijk Hoogkamp eindigt, bij de Mentenberg, door kunnen rijden naar Schaarsbergen. En daarmee ook voor inwoners van Schaarsbergen de reistijd naar bijvoorbeeld het station weer aanmerkelijk kunnen versnellen. Betekent het ook dat we in de toekomst dan helemaal dat trolleynet boven ons hoofd niet meer nodig hebben? Dan zijn we wel een aantal jaren verder. Maar goed, de ontwikkelingen gaan natuurlijk wel door. En er zal inderdaad een keer een moment komen dat we de bovenleiding niet meer nodig hebben. Betekent ook dat andere steden nu interesse tonen in de trolley? Dat klopt. Amsterdam bijvoorbeeld is geïnteresseerd. En we krijgen ook regelmatig bezoek van andere steden Europa. We hadden laatst zelfs een delegatie uit Bogota, hoofdstad van Colombia. Dus er is vanuit de hele wereld eigenlijk wel, wordt er weer heel serieus naar trolleybussen gekeken. En regelmatig krijgen wij ook bezoek om te horen hoe wij het hier doen.